Welkom, we zijn hier bij de opening van pandje 4. De heropening waar hierbij het bewonersbedrijf De Dreef de nodige activiteiten op planning staan. En daarvoor gaan we het gesprekje voeren met de coördinator al hier. Goedemorgen, we zijn hier vandaag bij pandje 4. En we gaan horen en luisteren wat hier bij het bewonersbedrijf allemaal op stapel staat. Want er is vandaag een bijzondere dag. Met wie heb ik het genoegen? Stel je even voor. Nou, ik ben Esther Stuurt en ik ben coördinator van Pandje 4. Van alle kanten Pandje 4, want zo heet het. En wij willen ons hard gaan maken voor de bewoners en vooral de jongeren in de wijk, deze wijk, dus rond de Dreef en omgeving. En daar zetten wij ons voor in. We hebben al een programmaatje opgesteld. Oké. Want jullie spreken over een bewonersbedrijf. Dat is op zich een hele bijzondere titel. Ja. Dat heeft ook een link naar de activiteiten die jullie hier doen. Dat klopt. Wij willen graag de bewoners van deze buurt willen wij graag achter de voordeur vandaan krijgen. En ik wil heel graag dat de bewoners weten dat ik er hier voor ze ben. Voor alles wat ze willen vragen, willen doen, willen weten. Al hun zorgen, maar het kan ook gewoon voor een gezellig kopje koffie zijn. Gewoon een praatje. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zich eenzaam voelen en alleen voelen. Ik heb op dinsdag en vrijdag een koffieuurtje. Dan kunnen ze gezellig bij mij langskomen. Maar ik kan ze ook helpen met het doorsturen voor... Hebben ze vragen? Kunnen ze een brief niet lezen? Daar ben ik voor. Oké. En ja. Welke organisaties zitten hier achter? Want jullie hebben hier een gemeenschappelijk... Wij hebben partners. Dan moet ik even heel goed nadenken. We hebben Mooi Welzijn, dat zeg ik goed. Gemeente Den Haag uiteraard. Stichting Ready. Sorry als ik er eentje vergeet, maar ik moet eventjes heel diep graven. Helka Fischer, dat is onze... zij werkt voor Mooi Welzijn. Dus zij richt zich op de kindjes op woensdagmiddag. Kids op Dreef heet dat. En ja, wij als alle kanten natuurlijk. Okay. En nu, vandaag hebben jullie deze locatie heropend. Ja, dat klopt. Hangt daar nog een feestelijk tintje aan? Zijn er nog activiteiten? Ja, er zijn zeker wat activiteiten. We hebben ze een beetje ingekort vanwege de corona uiteraard. Op dit moment van tussen 12 en 2 kunnen de kindjes uit de buurt lekker knutselen boven. Ze kunnen mooie hoefijzers schilderen, ze kunnen tekeningen maken. Dat is een kleurwedstrijd. En om 3 uur geeft mijn collega een danceworkshop voor iedereen die leuk mee wil dansen. En daarna hebben we altijd een hapje en een drankje klaarstaan. We zouden een barbecue doen, maar met het oog op de wind hebben we dat maar eventjes gecanceld. Want anders vlogen de kipsautees door de lucht. Nou, heel veel informatie. Ja. Dankjewel daarvoor. Zijn wij nog dingen vergeten waarvan je zegt van dat ligt op het puntje van mijn tong? Dat wil ik toch nog even meegeven aan de kijkers. Ik wil zeker meegeven dat ik me samen met mijn collega heel erg ga inzetten voor de jongeren in deze buurt. Zoals wel bekend is, zijn er natuurlijk heel veel jongeren die hangen. Hangjongeren. Die jongens die willen graag wat gaan doen. En daar wil ik ze heel graag in gaan begeleiden. Zodat ze dus hetzij sporten, hetzij helpen aan werk. Ze gewoon gaan sturen, zodat het allemaal weer voor hun ook een normaal leven wordt. En dat wil ik zeker nog benadrukken. Nou, ja. Hartstikke mooi. Dankjewel daarvoor. Mochten mensen toch nog wat meer informatie willen, via welke route kunnen ze jullie bereiken? Telefoon, website? We hebben natuurlijk een website, www.allekanten.nl. Com.com. Ik moest even opzij kijken. En ze kunnen ook gewoon binnenlopen. Uiteraard kunnen ze mij mailen, pandje4@allekanten.com. En ik wil iedereen zo goed mogelijk daarbij helpen en beantwoorden. Nou, dankjewel voor deze uitleg en heel veel succes. Dankjewel.